Hi, mijn naam is Gijs en afgelopen weken kreeg ik weer een goede vraag van een YouTube-kijker. Die vroeg zich af hoe je nou heel eenvoudig op je tablet of op je iPhone een intro kan maken. Ik laat jou zien hoe je dat met een gratis app heel eenvoudig kunt doen. Om een gratis intro te maken met je iPhone of tablet ga je even naar de App Store. En dan typ je in Intro Light. En dan verschijnen er een aantal apps. En dan neem je de linker Intro Designer Light. Die download je en open je even. Dat doe ik nu niet, want ik heb hem al op mijn iPad staan. We openen de app. En dan zie je een aantal voorgedefinieerde schablonen die je kunt kiezen. Nou, ik neem bijvoorbeeld deze, de Day After. Schabloon kiezen. Hier tikken om de titels te wijzigen. Dus dan maak ik van gratis intro maken op tablet of iPhone gereed. Dan kun je nog muziek, geluidseffecten, je kunt nog lettertypen, je kunt van alles veranderen. Abonneer op mijn kanaal. Gereed. Je zegt op gaan. Je kunt hem opslaan door even op je fotorol. Je kunt het formaat kiezen. Exporteren. Dan moet je de applicatie nog niet afsluiten, want anders werkt het niet. Het balkje begint niet te lopen. En als je dan nu naar je camera gaat, dan zie je dat je intro eigenlijk gemaakt is binnen 1 minuut. Er zijn een aantal templates zijn gratis. Wil je nou meer templates, dan moet je helaas wel betalen. Maar met de gratis templates kom je al een heel eind. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds YouTube vragen? Stel je vraag even hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Wil je nou meer weten over YouTube gebruiken met je iPhone of je tablet? Bekijk dan een van mijn andere video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Kijk gelijk mijn afspeellijst YouTube gebruiken voor je tablet of je iPhone. Of bekijk mijn andere video, een YouTube kanaal maken op je iPhone of met je tablet. Of de volgende video een YouTube naam wijzigen op je tablet of iPhone.